staan voor het huis van Jip Golstein. Die behalve schrijven van korte verhalen en liedteksten vooral en sinds jaar en dag popjournalist is van de Telegraaf. En door velen wordt beschouwd als de beste popjournalist van Nederland. En door mij in ieder geval als de best schrijvende. We gaan zijn huis bekijken. Hallo. Oh nee, hier zit geen bel. Oh nee. Er zit ook nooit logica in. Bij elk flat is dat weer anders. Hier, ja. Er zal vast wel logica in zitten, maar ik zie... Oh ja, nee. Rick? Ja, Jip? Vijf hoog? Ja. Oh, wat goed, hè? Dag Jip. Hallo. Alles kids? Alsjeblieft. Dank je. Frans wel met? Frans. Hoeveel cd's krijg je nou per week binnen? Nou, heb jij een Timmermans oog? Het is ongeveer die stapel. Echt waar? Ja. Deze stapel per week? Ja, nog wel meer. Nou, laat ik hem eens stapelen zoals het 50, ongeveer zijn. 60, 70. Zoveel. Dat is het gemiddelde wat ik binnenkrijg. Het wordt gewoon de krant of hier thuis wordt hier thuis gestuurd. Moet, van meneer Golstein, luister daar maar eens naar. Ja, moet mevrouw langs vier postkantoren die we hebben in postkantoren die we hebben in Noord. Maar dat kun je niet allemaal gaan luisteren, toch? Ja, ik doe het wel. Ja? Ja. Er zijn natuurlijk bij waar ik van tevoren al weet dat het niks voor mij zal zijn. En die vliegen er dan echt doorheen prikkelderwijs. Van alle anderen, ik ga de hele zaterdagen, zondagen als ik vrij ben en door de weekse dagen als dat kan, echt ervoor zitten. Met een potje en een sigaar erbij en dan zit ik uren te draaien. 3, 4, 5 tracks van alle platen, zonder enige uitzondering. Alles ja, wat dat, maar dat beschouw ik wel. Het klinkt heel nobel, maar A moet het natuurlijk om een professioneel oordeel te vormen. Dan moet ik erop voorbereid zijn dat iemand van de platenmaatschappij me zo'n artiest aanbiedt. En dan moet ik toch minstens weten waar het over gaat. Maar ik zie het wel als dwangarbeid. Ja, ja. En wat het meest heartbreaking is dat de platen die je weet dat je wel, die je wel mooi vindt, die moet je dus apart leggen, want dan kom je niet aan toe omdat je eerst stapel door moet werken die, ja. Waar je een oordeel over moet vormen. Dus dat is eigenlijk het enige nadeel van mijn werk, of überhaupt professioneel luisteren. Hmm. Dat je nooit of vrijwel nooit aan... Echt luisteren toekomt. Aan voor je lol luisteren toekomt. Nee. Dat is een gigantische handicap. Ja. Ik moet daar werkelijk regelingen voor treffen. Bijvoorbeeld mijn vriendje Spex uitnodigen. Zitten we hier met... Op de bank met onze laarzen op een krat pils en een fles tequila gaat dan heen en weer. En dan draaien we bijvoorbeeld Hank Williams 3 uur achter elkaar of soortgelijke treurnis. Spex is je vriend met wie je een heleboel platen hebt gemaakt, ja, hè? Ja. Hoeveel platen heb je nou geproduceerd? Als ik goed geteld heb, wordt degene die we in december of in januari gaan maken mijn 19e. 19, maar dat kan 18 of 20 zijn, hoor. Ja. Dat wil ik niet... En nooit hits? Ik heb hits gescoord, maar Far Away From Home, zoals het heet. Je kent toch al die smoesen van Big in Japan en zo? Nou, daar heb ik een paar varianten op echt gehad. Echt waar? Ja. Ik heb een gouden plaat uit Oostenrijk gekregen, die nu in Aalborg is, omdat Long Tall Ernie daaraan meegewerkt heeft. En ik heb ook samen met hem... Met Long Tall Ernie een nummer geschreven dat heet I Love You, God beter het. Zo, u durft. U durft, ja.
En dat is 12 keer nou opgenomen in allerlei Scandinavische landen. En heeft in alle Scandinavische landen, dus Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, maar ook de Faroe en IJsland en zo, heeft dat één gestaan. En daar krijg ik pittige afrekeningen van. Dat is meer dan 500.000 verkocht nou in totaal. Maar zuiver toeval. Ja. Die andere 19 die zijn geflopt. Nagenoeg ongemerkt voorbij gegaan. Ja. Ze zijn niet echt geflopt, want ze hebben hun geld opgeleverd. Ja, ja, ja. Maar dat is niet... Je hebt niet zoveel grammofoonmuziek meer, hè? Ik zie daar... Nou, ik heb in mijn werkkamer nog een berg staan. Ah, ja. En dit is ook... Het geldt hetzelfde voor als voor die cd-stapel. Die heb ik om een of andere reden ooit willen bewaren. En nou weet ik eigenlijk al niet meer waarom. Er wonen onderhand beestjes in, zo ligt het hier te verkommeren. Mm. En vroeg of laat, en waarschijnlijk heel vroeg, gaat dit de deur uit. Mm. Want vinyl heeft echt zijn tijd gehad. Hoewel ik altijd hoor dat houseplaten door de waardeliefhebber altijd op vinyl worden gekocht. Oh ja? Laten we eens naar je werkkamer lopen. Daar is de rest van je grammofoonmuziek. Ja, hier zit nog een beetje onderin. En overal en nergens waar ik plekken had, daar heb ik dus die dingen gestald. En die blijven daar natuurlijk liggen tot werkelijk vergaan. Dus misschien wel 10.000 jaar. Zonder dat ik ze ooit nog een keer eruit haal om te draaien. Dit heette een bijkeuken op het Portugal, toen ik het 20 jaar had. Dit is het enige lampje wat ik heb. Oh. Dit deze doet het. Deze doet het ook. Ah. Maar dat is leestal. Kijk, er liggen ook nog platen. Die liggen in ieder geval nog op Alphabet Ruwweg. Dit is de K, om maar eens wat te noemen. Ja. Christoffersen. Heel enkele keer komt er hier nog wel eens eentje uit. Als ik plotseling denk van, hey, die Christoffersen die was toch eigenlijk wel goed. Dan zet ik er zo eens een stuk of wat op een cassette en die gaat dan mee op de fiets in het waterland of zo. Ben je hoeden verzamelen? Nee, dat is mijn geïmproviseerde hoedenplank. Ah ja. Zit er Borsellino bij? Er zit een originele Borsellino Classico bij. Huh? Dat is deze grijze. Ja, is mooi. Is echt een... Ja. Die gaat eeuwig mee. De fabriek zelf geeft me al 20 jaar minimaal bij zwaar gebruik. En bij die één keer in de 3 maanden dat ik hem op heb, moet mijne dus dat ver in de volgende eeuw meegaan. Draag je graag hoeden? Nou, ik heb er wel een soort fascinatie voor. Eigenlijk met een lichte chaîne die niet bij de ware hoedendrager hoort. Dat is inderdaad raar, hè? Ja. Er worden zo weinig hoeden gedragen. Ja. Je voelt je toch een beetje verkleed, hè? Ja, maar ik wijd dat aan mijn arbeidersafkomst. Nee. Dat ik er niet 100%... Ik heb geen arbeidersafkomst en ik heb precies hetzelfde. Ja? Ja. Oh, ik vind het toch altijd een beetje gênant om zo'n hoed op te... Dan kan jij me wel eens van advies dienen. Ja. Wat is nou beter? Dat vraagt elk arbeiderskind zich altijd af. Ja. Om caviar en champagnekennis en goede sigaren. Om dat nou als het ware op de kringen veroveren waar je niet toe hoort. Dus met andere woorden... Er in een lang mensenleven steeds meer grotere kennis van zelf verwerven. Autodidact. Ja. Of door je vader en moeder als kleuter al... caviar te krijgen. Nou ja, gedwongen te worden om het eten te verkleden. En dan die caviar en vanzelf leert. En al die sigaren en die champagne dan van ooms leert die niet willen deugen. Weet je wel, die elke familie... Het antwoord is, er is voor allebei wel wat te zeggen. Ja, dat... Was je al bang voor? Ja, was ik al inderdaad bang voor, ja. Ik denk dat jou... jullie houden niet van zon, hè? Hadden zonweringen dicht. Ja. Nee, maar het is het... dezelfde reden waarom bruine cafés voor mijn generatie zo aantrekkelijk zijn. Het is wel een beetje donker. Ja, kunstmatig donker. Ja? Ja. Maar de generatie van mijn ouders, zeg maar, rond 80... die is ooit in de ban geraakt van het betere huis. En dan gingen ze van de Jordaan naar achterin Osdorp. En het scheen van voor tot achter scheen dat de doorzoomwoning. En het was het meest begeerenswaardige wat er was. Ja. En ging de zon dan onder in Nederland, wat hij dus nog wel eens doet om 5 uur middags in de winter. Dan staken ze overal lichten aan, zodat het even goed nog daglicht bleef. Dus die donkerte van mijn generatie, dat is een absolute reactie daarop.
Nog als ik bij mijn moe kom, vind ik het daar altijd te licht. En zij vindt dat hier een armoedig duister heerst. Ja? Ja. Er zal jou vast heel vaak gevraagd zijn hoe je dat zo lang hebt volgehouden om die popjournalistiek te blijven doen. Ik heb mijn vader nooit gevraagd hoe die 40 jaar ambtenaar is gebleven. Ik zie dat precies hetzelfde. Als je het iets doet waar je talent voor hebt en je doet dat goed. Ja. En voor iedereen alle betrokkenen hun tevredenheid. En je zit een volgende generatie. En je zit een volgende generatie niet in de weg. Ja. Dan vind ik, waarom zou je dan niet in je werk blijven doen? Dat doet een. Waar je het net over had, die gêne die je als arbeiderskind hebt. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Wat voor gêne bedoel je daarmee? Ja, het is een voortdurend gevoel van ergens niet horen. Waar je buiten de... En ik heb het zelf, zelfs op de plekken waar ik het liefst kom, kroegen bijvoorbeeld. Dat is een fractie van een seconde schiet er door me heen. Dat is niets voor ons soort mensen. Ja, eerlijk waar? Ja. Nou, ik heb me er nooit door laten weerhouden of zo. Door niks natuurlijk. Maar, dus het is niet een dramatisch trauma of zoiets. Nee, maar ik ben geïnteresseerd in hoe die zijn. Dat vage gevoel. Ik heb het ook met kerken. Dat is dan nog vrij logisch omdat ik onkerkelijk ben opgevoed. Maar met het theater waar ik ook heel veel zit, heb ik het eigenlijk ook. Ja. Ik begrijp heel goed wat de drempelvrees voor arbeiders is van een museum of een. Ja. Maar ook omdat je nogal veel beroemdheden hebt geïnterviewd en veel in Amerika volgens mij in behoorlijk luxueuze sferen hebt vertoefd, inderdaad met veel caviar en champagne. Ja. Heb je die gêne dan niet, omdat het je vak is? Of nee, maar in Amerika is een klasseloze maatschappij, wat ze er ook van zeggen. En daar is alles erop gericht om iedereen van hoog tot laag zich juist welkom te doen voelen. Een dresscode in een Amerikaans restaurant is een hoge uitzondering. En daar wordt erg denigrerend over gedaan. En vaak is het zelfs een methode om de klanten buiten de deur te houden. Is dat de reden waarom je ook zo van Amerika houdt? Nou, ik denk omdat dat Nederland natuurlijk na de oorlog toch bezet is door de Amerikanen. Als het dan al niet letterlijk was, dan cultureel. En ik ben in 45 geboren, dus ik hoor dat de generatie die daar de volle invloed van heeft ondervonden, ook op een leeftijd dat die nog geen enkel weerwoord had. En nu ben ik veel kritischer ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar nu is het eigenlijk te laat om de liefde die ik in de eerste 50 jaar heb opgedaan nog in haat te doen omslaan. Maar ben je nu kritischer dan bijvoorbeeld in de jaren 60, 70? Nou, niet per se, maar toen kwam het, toen kon het hem halen. Dan bereikte ik natuurlijk de leeftijd des onderscheids. En toen kwam dat zo'n beetje het besef dat niet alles wat ze deden goed was. Nee, ik bedoel, de Vietnamoorlog in die tijd. Maar bijvoorbeeld, ja. Maar ik bedoel, hun politiek in het algemeen, als die net zo goed was als hun rock'n'roll, dan waren we al een stuk verder en net zo menselijk.